Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het klinkt voor mij echt een beetje gek, want het is een tijdje geleden dat ik zo gevlogd heb. Ik heb natuurlijk heel vooruit gewerkt, heel veel bruidswerk laten zien aan jullie. Waar heel erg leuk op gereageerd, dankjewel. Voor de mensen die me niet kennen trouwens, ik ben Carlijn Tukkers en ik deel hier van alles rondom bloemschikken. Mijn werk, DIY's, gratis cursussen over bruidswerk, maar ook DIY's waarbij je pakketten kan bestellen bij mij. En ik neem jullie in de vlog vaak mee in mijn werk hier, wat ik dan allemaal doe en hoe ik het inpak en dat soort dingen. Dus ik denk, ik ga de camera er weer bij pakken. De vlog zal misschien iets anders zijn dan normaal, omdat ik elke keer nu wat kleinere stukjes film. Omdat ik het werk langzaam weer ga oppakken. En dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn zoontje die geboren is. Ik ga hem zo aan jullie laten zien, want ik deel dat met trots natuurlijk met jullie. Jullie hebben me heel erg gevolgd, ik kreeg heel veel berichtjes. Ik heb heel veel felicitaties ontvangen, dankjewel daarvoor. Maar de komende tijd ga ik jullie gewoon langzaam weer meenemen in het oppakken van mijn werk. En als ik wel wat leuks te delen heb, dan deel ik dat met jullie. Dus kijk gewoon gezellig mee. Dit is de kleine man. Dit is onze Sam. En hij doet heel goed vanaf het begin al. Doet het al heel goed. Hè? Ik wil alleen heel veel mama zijn, maar dat snap ik wel. En dat doen we ook goed. En verder zullen jullie de kinderen niet zo heel veel zien hier in beeld. Maar wel mijn werkzaamheden en dat soort dingen natuurlijk. Dus je kan hem misschien af en toe een keer zo op de achtergrond horen en zien. Maar dat hoort er nu aankomende tijd gewoon eventjes bij. Is ook wel heel erg leuk en gezellig. Want ik ben hier nu niet alleen aan het werk. Dat is ook wel fijn. En vooral als de andere kids naar school zijn, is het ook wel weer gezellig. En Dus dat de komende tijd. Ik ga nu even surpriseboxen inpakken. Want die zijn door jullie Vink besteld. Surpriseboxen met steekschuimproducten van Oasis. Die had ik online gezet, want ik had wat steekschuim wat gewoon echt prima was. Maar waar dan een kleine beschadiging bijvoorbeeld aan zat. En dat verkoop ik dan liever niet zo los. Maar dan in zo'n surprisebox voor een heel leuk prijsje is natuurlijk ontzettend leuk. En het is natuurlijk heel gewoon goed om te gebruiken. Goedemorgen, daar ben ik weer. Ik ben aan het inpakken, weer pakketjes. Ik ben gisteren nog even naar de groothandel geweest. Ik had wat hulp, dus ik denk, dat gaan we nu doen. Dan kan ik mooi helpen tillen. Waaronder deze weer is toegevoegd, de Floral Life Finishing Touch. Daarnaast kan je bij je bestelling regelmatig deze zakjes ontvangen. Die stop ik gewoon bij de bestellingen in. Je kan hem ook eventueel op de website bestellen als je hem echt niet wil missen. Daar kun je hem gratis bij toevoegen aan je bestelling. Want die kunnen jullie dan testen. Dat is bloemenvoeding. Dus voor lange houdbaarheid van je bloemen. Dus altijd leuk natuurlijk om te testen. En daarnaast ga ik straks even wat leuks maken. Want ik wil eventjes wat bedankjes eruit doen voor in het ziekenhuis waar ik ben bevallen. Voor de verloskundige en de afdeling. En ik heb daar een leuk origineel idee voor. Dus ik denk dat is misschien ook leuk om aan jullie te laten zien. Dus die wil ik straks ook klaarmaken. Maar ik ga nog eerst eventjes de bestellingen verder afmaken. Zo, we zijn ondertussen een paar uurtjes verder. En ik ga dus een geboortekrans maken. Daarvoor gebruik ik dit frame. Heel erg leuk. Die stond in de webshop. Ik heb er geloof ik nog eentje hierna. Die staat al een tijdje in. Maar misschien dat je naar die laatste wil naar dit idee. En die ga ik heel mooi plakken met allerlei producten wat voor een baby te maken heeft. Want het komt op de kraamafdeling terecht. Daar ga ik er naartoe sturen. En wat leuke droogbloemetjes. Dus gauw aan de slag. We zijn ondertussen één of twee dagen verder. Maar ik heb de kransen klaar. Ik heb het even tussendoor gedaan. Dit is voor de verloskundige die mij heeft geholpen tijdens de bevalling. En deze is voor op de kraamafdeling voor alle verpleging en
dat soort dingen die mij hebben geholpen. Die kunnen ze dan leuk te ophangen. En ja, ik heb daar leuk allemaal babyartikelen in gedaan. Omdat het natuurlijk wel past bij zo'n afdeling. Ik denk dan is dat mooi in één sfeer. Dan kunnen ze dat het leuke plekje geven. En dit is gewoon ja, natuurlijk met bloemen, zodat je die lekker thuis kan ophangen. Dus die ga ik straks even leuk inpakken. Doe ik geboortekaartje bij en even een bedankkaartje. En dan kunnen die op de post. Goedemorgen, wij gaan even aan de slag. Ik heb hier de kleine in de draagzak, dus dat werkt goed. En dat vind ik ook fijn. En dan kunnen we even wat werk doen. Ik ga even de bestellingen uitprinten die gedaan zijn. En het een en ander bij elkaar pakken. Dus kijk gewoon gezellig weer mee. Voordat ik het vergeet, zal ik jullie ook nog even meenemen naar mijn opslag. Want de pallets zijn dus binnen. En ik wil jullie nog even laten zien wat er allemaal is binnengekomen. En wat voor ideeën ik er misschien een beetje mee heb met een DIY. Zo, er zijn in al dozen hier nu. Ik moet echt alles nog even uitzoeken. Maar dat komt later. Even kijken. Ik ben zelf ook nieuwsgierig, want ik heb het vanaf de foto besteld. Deze zijn echt heel tof. Hier kan je heel leuk een oase rondje op doen. De knot erin zetten door. En deze heb ik in verschillende twee soorten. Hè? Kijk hoe tof. Komt een DIY mee online. En deze is ook heel ja, leuk geprijsd. Dus zeker leuk om te bestellen. Oh, hier ben ik ook nieuwsgierig naar. Ik denk al, hoe gaat dit in een doos passen? Maar je moet hem in elkaar zetten. Hij is heel zwaar van kwaliteit. Daar ben ik blij mee. Want het idee wat ik ermee heb is om er een mooi vers bloemstuk op te maken. En die andere kan heel leuk een oase rondje in. Ik kijk of het heel veel werk is om hem in elkaar te zetten. Het is een bouwpakket. Het is in ieder geval heel goed verpakt. Even kijken. Ik ga het plaatje wel even het frame even in beeld zetten, maar het is echt heel mooi zwaar en dat vind ik fijn, want ik heb er een bloemstuk mee in het hoofd om bovenop zelfs ja, een bloemstukje te doen. Er zitten er op verschillende hoogtes van deze pinnen in. Het is trouwens wel echt fijn dat het zo verpakt is, want dat scheelt mij ook met inpakken. Hè? Dat het makkelijker in de doos kan. Ja, deze is echt heel erg leuk. Dit was ook echt mijn favoriet. Ik heb ook goede voorraad van besteld. Mooi stevig ook. Kijk, en dan heb ik meerdere. Er zitten nog meer bij op andere hoogtes die in die gaatjes kunnen. En ik dacht, het is leuk hier bloemstukjes op te doen. Nou, jullie zien het binnenkort. Heel tof. Hier ben ik echt blij mee. Ik denk al, gaat het in zo'n klein doosje passen. Maar nu snap ik het wel. Nou moet ik zeggen dat ik deze shoplog, deze... ja, deze lading heeft heel veel favorieten, omdat het gewoon allemaal hele mooie frames zijn. Maar deze vind ik echt heel tof. Hier heb ik een heel leuk idee mee. Het is echt een heel mooi luxe product. Kijk, en hij heeft een beetje zo dat vintage look. Dat vind ik heel tof. Die komt hierin. En dan wil ik hierin een mooi bloemstuk maken, wat een beetje zo naar beneden loopt. Ja, ik heb het helemaal in mijn hoofd. Ik heb er zin in. Misschien wel iets met schelpen voor de zomer. Ook heel erg tof. Maar dit is toch geweldig. Heel erg leuk. En ook die kleur vind ik heel mooi warm. Past in heel veel interieurs. Dus ja, zeker een heel echt een toppetje. Dan deze zakken met schelpen. Heel erg mooi in paramour kleuren. En ik zijn goed gevuld. Ik denk misschien ook leuk om ergens op te lijmen. In ieder geval voor de zomerperiode heel erg tof. Echt. Ja, echt mooi.
Deze zijn heel veel aangevraagd of die alweer teruggevoerd worden aan de webshop. En dat snap ik, want je kan er echt hele leuke dingen mee doen. En we gaan er ook leuke dingen mee doen. En dit zijn de curly takken. Zowel de roze als de groene zijn aangevuld. Ik heb ze ook al eens in grijs gehad. Nu dus roze en groen. En dit is ook echt een mooi kleurtje. Heel lief. En deze kan eigenlijk bij heel veel natuurlijke kleuren. Dus ja, zeker top. En dat ga ik ook nog wel gebruiken. Dus komt binnenkant. En dit frame is ook leuk. Is ook weer met metaal. Want ik weet dat jullie gek mee zijn. Er zitten zelfs wasknijpjes bij. Dus kan je eventueel leuke foto's nog in ophangen als je het wil. Maar ja, ik ga er een leuk bloemstuk mee maken. Misschien iets leuks erin. Maar misschien ook wel iets leuks met die hokjes. Dat weet ik nog niet helemaal. Maar ja, zeker een toppertje weer. Nou, en zo zitten nog meer artikelen bij. Maar dat zien jullie later. Want ik kan niet overal bij. Maar ik wou toch een deel laten zien. En alles staat al op de website. Dus je kan het eventueel al los shoppen als je een los en frame wil bestellen. En er komen ook in lovend DIY's mee online. Dus ja, zeker leuk. Ik heb rekening gehouden met goede voorraad. Dus ja, ik hoop dat ik iedereen zijn wensen kan voldoen. En, maar soms gaat het gewoon echt gigantisch snel met de voorraad. Dus mocht je het frame al los willen bestellen, dan kan het via www.uonlinebloemist.nl. En ja, wat ik toch even gezegd hebben. Ik heb er zin om mee aan de slag te gaan. We zijn er weer. Ik ga inpakken van de DIY-pakketten. Zoals je ziet staan de dozen altijd hoog opgestapeld om ingepakt te worden. De verse bloemen zijn binnen, dus we gaan lekker aan de slag. Goedemorgen, daar zijn we weer. En ik ga even weer inpakken. Tenminste, ik ga wat voorbereidingswerk doen. Vanavond kan ik weer bloemen ophalen, dus dat later. Nu ga ik vast weer krammetjes inpakken. De kransen, want die is online gekomen. Dus daarvoor ga ik wat werk verrichten. En voor ik het vergeet, de bol was snel uitverkocht. En de krans was volgens mij ook snel uitverkocht. In ieder geval, als de pakketten snel zijn uitverkocht, wordt die later aangeboden. Ik meld het altijd op Facebook en Instagram. Ik zal het hier ook op YouTube elke keer even in een post zetten. Maar vergeet me dan vooral niet op Facebook of Instagram te volgen. Zodat je niet mist wanneer je iets weer nabesteld kan worden. Want het gaat op het moment qua voorraad gewoon heel hard. En het lukt nog niet om wat meer aan te bieden. Dus ja, mocht je dat niet willen missen, vergeet me dan vooral te volgen. Ik zal eventjes hieronder neerzetten waar je me kan volgen. Dus dat gezegd te hebben, want de bol wordt ook weer aangevuld. Ik moet zeggen, ik vind het echt weer heerlijk om zo aan het werk te zijn. Ik krijg wel het ritme erin. Het gaat ook goed met de kleine, dus dat is echt heel fijn. En we vinden zo langzaam ons weg weer om ja, gewoon weer lekker bezig te zijn. En ik voel me daar ook goed bij, dus dat is echt heel erg fijn. En ja, zolang alles weer gaat, dan gaat het. Ik ga nu dus de kransen inpakken. Ik ga het voorwerk doen. Aan de slag! Morgen, zoals je ziet, zit ik in een auto. Want ik ga voor het eerst echt in, denk 2 maanden of zo, weer naar de groothandel. Het voelt echt als een uitje. Ik heb er zin in. Ik kwam net wat dingetjes tekort. De grote vrachten doe ik niet helemaal zelf. Maar ja, ik denk, ik ga toch even heen om het een en ander nog bij te halen. En dan kan ik ook eventjes daar weer kijken. De kleine is mee, die ligt heerlijk te slapen. Dus die gaat gewoon lekker mee. En ja, die kant op. Zo, terug van de groothandel. En ik ben ondertussen al echt heel erg lekker bezig. De kleine sliep even, dus ik kon even een meets maken. Ik heb alle bloemen al weer gebost. Die ga ik nou water zetten, zodat ze in de doos kunnen. En ja, op de post kunnen. Dat ze vandaag weer zoveel mogelijk weg kunnen. En ja, ik ben weer blij, want er waren echt weer veel mooie bloemen. Ik ben er ook weer in getrapt om weer extra bloemen mee te nemen voor nieuwe DIY's. Dus die ga ik binnenkort opnemen. Ik heb hele mooie pastelkleurige bloemen.
Dat wil ik samen met schelpen doen. Dat vind ik heel erg leuk voor de zomer. Dus, maar dat komt later. Ik ga nou gewoon eerst verder met inpakken en echo. Goedemorgen. Ik begin de dag met een romantische bestelling. Mooie rode rozen. Altijd leuk. En dan het kaartje erbij. Ik word er helemaal vrolijk van. Daarna ga ik inpakken van de DIY-pakketten. Dus ja, lekker aan de slag. Zo, alle pakketten zijn ingepakt. Dus dat betekent dat ik bijna weekend heb. Ik ga nog even de vlogs editen. Volgende week komt er weer een leuke DIY online. Heel erg leuk. Er komen echt leuke DIY's online. Ik heb er helemaal zin in. Ik heb dus ook bloemen meegenomen om nog weer nieuwe DIY's op te nemen. Ga ik ook doen. Dus dat komt ook allemaal weer, het komt allemaal weer online. Helemaal enthousiast. Ik heb toevallig gisteren wat plantjes gekocht. En ik vroeg me af, zou je het leuk vinden als ik dat toevoeg aan de webshop? Dat kunnen allerlei plantjes zijn. Laat me het gewoon hieronder even weten. Of jij het leuk vindt dat dat soort verse materialen ook toegevoegd worden. Daar kan ik wel eventueel rekening mee houden. Ik ben benieuwd wat er animo voor is. Daarnaast, heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's? Kan je het delen op Facebook of Instagram? Tag mij, dan maak je elke maand kans op een cadeaubon. Het waren van 15 euro. En het blijft gewoon doorlopen, die actie. Dus dat is heel erg leuk, want ik vind het leuk om positiviteit te verspreiden door middel van bloemen. En het is natuurlijk heel erg leuk om ook aan elkaar te laten zien wat je eigenlijk hebt gemaakt. Want wat altijd heel leuk op gereageerd. En doe dat vooral positief, zou ik zeggen. Goed, ik hoop dat jullie weer een leuke vlog vonden. Een keer weer eventjes wat anders. Mijn ritme vinden met Sam. En alles weer op gang zien te komen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk. Volgende week weer een leuke nieuwe DIY. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En zien we de volgende keer weer. Doei!